super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn velproducten zien van zowel november als december 2019 uiteraard. Als je al meer van dat soort video's van mij hebt gekeken, weet je dat ik deze video's per 2 maanden opneem. Omdat ik nooit heel veel producten heb die ik niet zo heel erg fijn vind. Maar ik het toch wel heel belangrijk vind om te delen waarom ik een product niet zo fijn vind. Dit is het bakje, dit is de buit die ik op dit moment heb. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik niet zo fijn vind en waarom dat is, kijk dan even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een mascara. Dit is de You Better Work mascara van Essence. Dit is de Length Definition mascara. Deze zou gymproof en waddenproof zijn. Ik heb dat niet getest. Ik ben zelf geen sporter, dus ik weet niet of dat die ook daadwerkelijk geschikt is om te dragen met sporten en of die waterproof is. Ik weet het niet. Ja, deze mascara belooft een maximale lengte effect en een perfecte definition. Nou, ik had hele hoge verwachtingen. Laten we allereerst even naar het borsteltje kijken. Dit is een beetje een ja, aparte vorm. De haartjes zijn vrij kort. Het zijn niet de borsteltjes waar ik heel erg groot fan van ben. Ja, het is een beetje een kogelvormpje, vind ik zelf. Maar ik vond deze mascara heel erg tegenvallen. Want mijn wimpers kregen eigenlijk helemaal geen lengte van deze mascara. Dat had ik wel heel erg gehoopt. Als ik een Length Definition mascara gebruik. En bij echt goede mascara zie ik ook echt wel dat die lengte geeft. Maar deze deed eigenlijk niks. Hij maakte mijn wimpers zwart. Maar dat was het ook. Dus het was niet zo dat ik echt hele mooie, volle wimpers kreeg. En dat had ik wel heel erg gehoopt. En dat deed deze mascara niet. Dus helaas is die dan toch voor mij mislukt. Ik heb 2 van deze mascara getest. Ik heb ook de curl variant getest. Die vond ik dan wel heel erg fijn. Maar de Length Definition mascara was het voor mij gewoon niet. Dus ik vind het zelf geen aanrader. Dan heb ik... Ik ga even een beetje pakje doen. Een primer van Catrice, dat is deze. Dit is de Keep Me Matte. Dit is een Pore Refining Anti-Shine Base. Dit is dus een primer die belooft om je poriën te minimaliseren. Maar het deed eigenlijk niks voor mijn gezicht. Het is gewoon weer zo'n flaconnetje die we gewend zijn van Catrice. Met een vrij kleine opening. Maar... ik zag eigenlijk helemaal geen verschil of ik de primer wel of niet gebruikte. Hij liet mijn make-up wel op zijn plek zitten, dat absoluut. Maar dat doen de meeste primers wel. Maar als die belooft dat er ook echt een pore refining in zit, ga ik er ook vanuit dat hij je poriën dus wat zou minimaliseren. Maar dat deed hij gewoon niet. Het is wel een long-lasting primer. Hij is ook olievrij, maar helaas, het is niet... Het is niet dat hij je poriën gewoon echt kleiner maakt of zelfs verbloemt. En ja, om hem nou alleen fijn te vinden omdat hij mijn make-up lang op zijn plek laat zitten. Ja, daar hebben we heel veel primers van. Maar omdat deze echt gespecialiseerd is op die minimaliseren van de poriën, dacht ik nee, dit is hem dan voor mij niet. Dan gebruik ik liever een primer die gewoon niet de pore refining heeft. En gewoon even goed mijn make-up lang laat zitten. Dus omdat hij deze specifieke belofte had, heb ik ervoor gekozen om hem in de veelbak te doen. Dan heb ik een Brow Perfect Highlighter van Shen. Dat is deze. Deze komt gewoon van de Lidl. Heb ik een tijdje geleden gekocht toen ze heel erg afgeprijsd waren. Nou, allereerst, er zat heel veel plastic om dit potloodje. Nou, je ziet misschien nog een aantal delen plastic zitten. Ik kreeg het er gewoon met geen mogelijkheid vanaf. Was heel vervelend. Nou, dit is dan het potlood. Het is een potlood die je moet slijpen. Het is een vrij dik potlood, wat het best wel moeilijk maakt, omdat je dan ook best wel een wat grotere slijper moet hebben. Alleen ik zag helemaal niks van deze highlighter. Ik vind het heel erg mooi om highlighter boven mijn wenkbrauw of onder mijn wenkbrauwen te gebruiken. Alleen er kwam gewoon geen pigment van af. Hij heeft verder ook geen kleur trouwens. Het is gewoon echt alleen een... ja, highlighter. Maar dan heb ik toch liever een pen. Dit is een beetje een creamy structuur. Ik ga alles in het Engels doen, dat moeten we niet doen. Maar Nee, omdat er gewoon geen pigment afkwam, was ik niet overtuigd van dit potlood. Dus ik zou deze zeker niet aanraden. Andere producten van Shen op het wenkbrauwgebied vond ik heel fijn. Maar deze highlighter die heeft me echt heel erg teleurgesteld. Dus helaas geen fijne highlighter. Dan heb ik twee nagellakjes. En deze komen uit de Trend Editie Spicy Dub van Essence. Het gaat om deze twee lakjes. Ze zien er super leuk uit. Ik heb hem in de 01 Sweet Like Berries. Dat is deze. En ik heb de 02 Hot Like Chili. Het jammer was dat deze nagellakjes hele slechte hechting hadden. Ze bleven heel slecht zitten. Ze chipten echt al naar één dagje. Nou, op zich ben ik het gewend van Essence dat nagellak niet super lang blijft zitten. Soms beloven nagellakjes het. Maar ik denk als we echt 7 dagen mooie nagels willen hebben, we toch echt wel moeten uitreiken naar de wat duurdere nagellakjes. Alleen ik had best wel hoge verwachtingen aan de ene kant. Misschien een beetje stom, omdat dit best wel donkere kleurtjes waren. Maar ze hebben me zo teleurgesteld doordat ze zo snel chipten. Het zijn ook scented nail polishes met een high gloss effect. Dat was wel heel mooi. Ze gaven inderdaad echt een mooie glosslaag. Alleen ja, ze bleven gewoon te kort zitten om ervan te genieten. Ik had echt na één dag dat ze al heel erg lelijk waren. Ik heb het echt een paar keer overnieuw gedaan. Maar ik dacht nee, ik moet dit opgeven. Dit wordt hem gewoon niet. Ze gaan echt in de veelbak belanden. Deze zouden ook bijpassend zijn bij de lipsticks uit die collectie. Die vond ik overigens wel heel fijn. Maar ook vond ik niet dat ze heel erg mooi matchten bij de nagellakkleurtjes. Dat de nagellakjes toch wat te donker waren dan de lipstickjes. Dus heel erg jammer. Twee hele toffe kleurtjes die ik heel graag had gedragen. Maar doordat ze te snel chippen is het voor mij eigenlijk geen goede match. Omdat ik toch wil dat een nagellak echt wel een paar dagen blijft zitten. Dan heb ik van Catrice een highlight palette. En dit is de Clodoscope. Heel leuk paletje. Hij ziet er super leuk uit. Heeft ook wat van die holografische effecten hier. Super leuk. Heeft de naam 010 Glow & Go. Sorry, er gaan een paar katten hier vechten. Ze zijn een beetje wild. Dit zijn de highlighters. Het zijn 5 kleurtjes. Maar het zijn creamy highlighters met echt een hele stroeve textuur. Je kunt wel zien waar ik in heb gedipt, maar de structuur is zo stroef dat je bijna niks op je kwastje krijgt. Je kunt het natuurlijk ook met je vingers aanbrengen, daar ben ik zelf niet zo'n fan van. Maar ik kreeg er gewoon bijna geen product van af en het effect zag je gewoon niet. Het was te minimaal. Nee, ik vond het gewoon echt niet mooi. Ik vond het heel erg jammer, want het ziet er echt super leuk uit. Maar gewoon in de praktijk werken dit soort paletjes toch wat slechter. Ik vond ook niet alle kleuren heel erg mooi. De meeste vond ik mooi, alleen bijvoorbeeld deze vond ik niet zo heel erg mooi. Maar nee, omdat de structuur gewoon te sterk is om echt lekker in te dippen. Om hem echt lekker creamy te krijgen. Was dit gewoon geen goede match. Omdat hij gewoon te weinig zichtbaar was op mijn gezicht. En ik hou gewoon van een zichtbare highlighter. Dus helaas. Om even in de highlights te blijven heb ik nog een highlighter. En deze is van Essence. En deze komt uit de From Santa With Love Collect Trend Editie. Dit is een face and body highlighter. Deze heeft de naam 01 Let It Glow. Super leuk. Het doosje ziet er super leuk uit. Daar kan ik niks van zeggen. Maar de highlighter is te minimaal. Je zag hem bijna niet. Er komt gewoon echt heel weinig pigment vanaf. Dit is hem. Ja, dit geldt eigenlijk precies hetzelfde wat ik net vertelde. Een highlighter moet voor mij echt een glow factor hebben. Als je echt een lekkere glow geeft, maak je mij heel blij. Ik vond de structuur niet zo heel erg fijn. Ik vond hem gewoon te minimaal. Nou ja, je kunt hem dus ook op je lichaam gebruiken. Ik kies daar zelf niet voor. Maar er staat ook echt op de achterkant. A face and body highlighter with an amazing super soft texture for a beautiful glowing effect. Nou, laat het glowing effect maar weg, want je ziet er gewoon bijna niks van. Ondanks dat ik de verpakking heel erg leuk vind, is het product erin gewoon niet glimmend genoeg. Dus helaas, leuk bedacht, maar de uitvoering vond ik kut. Dan heb ik ook nog drie producten uit een limited editie van Catrice. En deze kwamen uit de Pure Simplicity collectie. Allereerst heb ik twee blushes. Dit was ook een limited editie die heel erg op vegan was geïnspireerd. Je ziet het ook eigenlijk al een beetje aan de verpakkingen. Dit is bijvoorbeeld gewoon karton. En bijvoorbeeld bij de nagellak is dit een soort van bamboe effect. Laat ik beginnen met de twee blusjes. Zo zien ze eruit. Allereerst heb ik hier de C03 Coral Crush. Dit was een collectie. Er zaten bijpassende nagellakjes bij. En bijpassende lipkleuren. Het is een baked highlighter. Maar het pigment van deze highlighter was eigenlijk zo slecht dat je hem niet terug zag op mijn gezicht. Hoe meer laagjes je aandacht, je zag het gewoon niet. Ik vond het te minimaal. Ja, er zitten ook kleine highlight stukjes in, zoals je misschien kan zien. Maar dit was gewoon niet hetgene wat ik zoek in een blush. Terwijl ik gewoon een blush gewoon... Ik vind een blush heel mooi als die gewoon echt mooi zichtbaar is. Het mag subtiel zijn, maar hij moet wel zichtbaar zijn. Dat had deze niet. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal voor dit kleurtje. Ik heb deze, dit is de kleur C02 Naked Petals. Die ziet er dus zo uit. Ook weer die highlight stukjes, maar ook deze is gewoon te licht. Te weinig structuur, waardoor je gewoon eigenlijk... Structuur, te weinig pigment, waardoor je gewoon eigenlijk geen kleur ziet op je gezicht. En dat vind ik jammer. Dus vandaar dat ik deze gewoon niet fijn vond. Dan had ik dus ook een nagellakje uit die collectie. Heel tof bedacht. Ook weer holografische tinten hierop. Dit is de C03 Coral Crush. Die hoort dus ook bij die blush. Deze kreeg ik met geen mogelijkheid netjes op mijn nagels. Het was net of er een heel oud nagellakje in een nieuw potje is gestopt. Ik kon schudden, wat eigenlijk niet mag. Want eigenlijk moet je een nagellak, als je hem een beetje vloeibaar wil maken, zo tussen je handen rollen. Hij kwam er niet netjes op. Hij droogde in brokkelig op. Als je nog een laagje erop deed, nou, het werd gewoon helemaal niks. Ik heb het 6 keer geprobeerd met dit nagellakje. Maar toen was ik er zo klaar mee, want hij deed het gewoon niet. Dus toen dacht ik... Oké, je bent afgeschreven. Jij valt niet onder de fijne producten. Wat wel heel erg raar was. Want ik heb dus ook nog andere lakjes uit deze collectie getest. En die waren wel heel goed en fijn. Maar ik had echt het idee dat in dit potje een oud nagellakje was gestopt. Die zo lang zijn tijd gehad had. Dus. Dan heb ik nog even twee nagellakjes. Deze zijn wel in de vuilbak beland. Ondanks dat ik ze heel mooi vond. Maar ze chipten te snel. Ja, het zijn we gewend. Nogmaals bij Essence Catrice. Maar dit was gewoon echt te minimaal. Het was een duo. Dit is allereerst de 711 Kinda Lilac Hue. Deze kwamen ook uit een limited editie. Dat is deze. Die hebben dus ook een dubbele dop, wat we inmiddels kennen. Volgens mij zijn dit soort kleurtjes de standaard kleurtjes die ze verkopen. En daar hebben ze dus een kleintje bij gemaakt. Deze was volgens mij geïnspireerd op Londen. Dat kun je zien omdat hier ook de Big Ben volgens mij zit die erop staat. Deze was al heel erg zacht. Die zag je bijna niet terug op je nagels. Die was... heel zacht. Hier moest je echt 2 laagjes en dan kwamen nog je eigen nagels er doorheen. Maar dan heeft hij dus een klein broertje of zusje. En dit was dan de C02 London Calling. En deze kwam uit de Travel Icon Nails Limited editie. En op zich maakte deze dekking het wel weer goed. Heeft ook weer zo'n dubbel dopje trouwens. Alleen, het was wel heel minimaal en hij chipte zo snel dat je eigenlijk gewoon te weinig plezier hebt van je nagellak. Terwijl je eigenlijk best wel veel tijd kwijt bent om je nagels te lakken. Wat jammer is, want en je hebt het ervoor over, als je je nagels lakt, dan wil je ook gewoon dat je nagels gewoon lekker lang plezier, of dat je er gewoon echt zo lang mogelijk plezier van hebt. Ja, en na één dag chippen, ik kan daar niet zoveel mee. Dus helaas waren deze ook geen succes. Dan heb ik van Lottie London een Jelly Hybrid Highlighter. High Glow wordt hij genoemd. Het potje is super leuk, weer die holografische effecten. Ik hou ervan. Dit is de kleur Ultra. Ik zal hem proberen open te maken. En dan is dit het effect. Ik ga hem niet te schuin houden, want ik ben bang dat het eruit loopt. Het is een jelly highlighter. Ik had zelf nooit ervaring met jelly highlighters. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik vond het mijn prutstructuur echt waar. Het was gewoon bijna niet aan te brengen. Het is heel vochtig. Het is, nou, je zag het bijna niet terug. Nee, die structuur, dat was het voor mij gewoon niet. Ik ben niet iemand die van jelly structuren houdt. Dus nee, deze High Glow die was het niet. Ondanks dat het leuk eruit ziet. Ik vond het ook wel leuk om te testen. Omdat ik dus geen ervaring had met een jelly hybrid highlighter. Maar dit is het voor mij gewoon niet. Ik vond de kleur ook best wel een beetje aan de donkere kant. Maar dan zag het bijvoorbeeld op de video, ik heb er later nog een video van gezien, dat zag er heel mooi uit. Maar bij mij kwam het effect gewoon niet zo mooi erop, ondanks dat ik hetzelfde deed. Dus nee, voor mij was dit gewoon geen succes helaas. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dit is een mascara van Catrice. En dit is de Glam & Doll Volumizing Mascara Primer. Dus eigenlijk is het geen mascara, maar een primer. Dit heeft een triple boost en bevat arganolie. Dit is dus een primer, heeft een witte verpakking en een primer is bedoeld om onder je wimpers aan te brengen, eigenlijk ook als een soort bescherming. En vaak beloven ze ook nog wel wat. Ik weet niet of dat bij deze het geval was. Ja, deze beloofde dus ook gewoon maximale volume en daarna kun je dus elke mascara die je wilt daar overheen aanbrengen. Nou, laten we allereerst maar eens even het borsteltje bekijken. Het borsteltje had ik verder niks op aan te merken. Hier hou ik wel van dit soort borsteltjes. Alleen, er kwam bijna geen mascara van dit borsteltje af. En ik moest heel veel moeite doen om de primer op mijn wimpers aan te brengen. En de maximale volume die beloofd wordt, die was heel ver te zoeken. En helemaal omdat ik hem even vergeleek met, ik heb een aantal maanden geleden een primer van Essence getest, een mascara primer. Die vond ik echt geweldig. Die was echt heel fijn. Dus daarbij viel deze van Catrice gewoon echt helemaal in het niks. Omdat hij gewoon heel veel moeite had om aangeplakt te worden. Hij niet de maximale volume gaf die er dan toch wordt beloofd. Vandaar dat ik dit gewoon geen succes vond. En daarom zou ik zeggen, mocht je op zoek zijn naar een primer, een mascara primer, zou ik gewoon gaan voor die van Essence. Want die van Catrice vind ik zelf geen succes. Dan waren dit alweer mijn veel producten van november en december. Ik hoop eigenlijk dat jullie ook wat hebben aan dit soort video's. Ondanks dat dit natuurlijk mijn mening is en ik er ook wel bij blijf dat als ik iets niet fijn vind, dat een ander het wel heel fijn kan vinden. Maar het misschien ook een soort van iemand behoeden voor een miskoop. Maar ja, dat is dus weer dat persoonlijke stukje. Omdat ik het niet fijn kan vinden. Omdat meningen heel verschillend kunnen zijn. Ik baal er altijd wel van. Vooral omdat er best wel echt een aantal hele mooie producten bij zaten. Die er gewoon qua verpakking heel tof uitzagen. Maar dan, ja, dat ze dan in de uitwerking gewoon eigenlijk niet werken. Dat vind ik toch altijd wel heel erg jammer. Maar goed, ik vind het ook belangrijk om het te vermelden als ik producten niet fijn vind. Ondanks dat het nooit heel veel producten zijn, maar toch wel de moeite waard is om dit soort video's voor te blijven maken, vind ik persoonlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien zelf een van deze producten hebt getest en misschien een andere mening daarover hebt. Of dat jij misschien van plan was om een van deze producten te kopen. Ik moet wel heel eerlijk zijn, er zaten een paar trendedities bij en limited edities die dus al niet meer te koop zijn. Wellicht in een uitverkoopbak waarvan jij misschien hebt gedacht, oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ja, laat het me gewoon weten of dat jij een van deze producten hebt getest en of jouw mening anders is. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. En daar kan je ook wel een belletje aan zetten, dat je een melding krijgt zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!